kwam je alleen langs om me dat te vertellen. Is het niet genoeg? Ik dacht dat je een boodschap van Adam voor me had. Toen dat telefoontje doorkwam, was ik ineens bang voor Adam. We werden ons tegelijk bewust van het onmenselijke dat er lang om me heen hing. We deden allemaal een stap terug, letterlijk, zelfs van oren. En is ongeveer zo gevoelig als een nijlpaard in een krat, verpakt voor verzending. Dat moet je mij vertellen. Ik heb alles gedaan om in de realiteit terug te sleuren. Jij weet niet wanneer het begon? Jaren geleden, denk ik. Denk je? Ja, het ging zo geleidelijk. Eerst denk je, het is tijdelijk, zoveel mannen gaan op in hun werk. En dan probeer je er wat over te zeggen. Maar als je merkt dat het hem irriteert, dat hij je gaat ontwijken, dan probeer je het op een andere manier duidelijk te maken. Door ineens niet voor het eten te zorgen of juist iets bijzonders klaar te maken. Ja, een keer, ik had me apart aangekleed, tafel uitgebreid gedekt, kaars of vooraf soep en dan bloemkool. Zelf haat ik bloemkool. Volgens een soort Frans recept en chemin-ijs toe. Ijs die van chemin? Nou, klinkt natuurlijk gek. Oh, het valt een beetje buiten het sfeertje dat je probeerde op te roepen. We hebben elkaar in een chemin-winkel ontmoet. Oh. Afschuwelijk sentimenteel, hè? Ik kan het gevoel nou niet meer opbrengen. En het werkte niet? Hij kwam thuis en keek niet op of om. Begin maar vast met eten, zei hij. De directeur van de Nederlandse bank is overleden en een of ander heeft de cruciale band gewist. Ik moet de tekst nou herschrijven, anders kunnen we morgen niet monteren. Mm. Het was te laat. Mm. Maar je wilt het niet herkennen, hè? Je blijft proberen. Alsmaar sterkere middelen. Je wordt steeds belachelijker. Oh. Op het laatst gedraag je al even idioot als je eigen moeder en je tantes en al die vrouwen in de overgang waar je als tiener zo voor schaamde. Ja. Nou, dan besef je pas dat het echt te laat is. Je zelf over de 40 bent. Je wil het hele huis bij elkaar gillen. Dat laat je dan meestal omdat je bang bent om te storen. Je wil het niet geloven, maar nou die weg is definitief weg. Is het ineens warmer in huis? Ik moet ook eens weg. Waarom? Blijf nou nog even. Goed. En trek je handen niet terug. Juffrouw, ik heb u gevraagd die parapsycholoog van mij te bellen. Waarom is dat nog niet gebeurd? Gisterochtend zei u dat u niet meer wilde zien. Vergeet dat hij hier is geweest. Het zijn uw eigen woorden. Ik maak u nou al jaren mee, juffrouw. En uw sterke punt is altijd geweest dat hij vergat wat hij onthouden moest en dat hij onthield wat hij beter vergeten kon. Dus kom op, hoe heet die man? U weet het best. U hebt toch nooit over mij te naam, juffrouw, en adres. Nou. Hij heet Van Zeggelen. Dr. D. van Zeggelen, D. van Dirk. En hij woont in Utrecht in de Willem de Zwijgerlaan. Haar eisen kunnen me niet schelen, dat heb ik u al gezegd. Als ik haar maar niet meer hoef te ontmoeten. Wat ik nodig heb, werkelijk dringend nodig heb, zijn mijn boeken. Ik maak gebruik van citaten, van biografieën. Zonder mijn in de loop der jaren aangelegde verzameling loopt de kwaliteit van mijn werk gevaar. Als u haar ertoe kunt brengen mijn boeken op te sturen... Ja, ja, ja. Oh, de details van de scheiding laat ik verder aan u over. Nou, ik heb u nou alles verteld. Dit zijn de feiten, meneer Van Zeggelen. De tweede keer. En weer zoals Sandstra mij vertelde, exact. Maar ditmaal met twee extra getuigen. Uzelf en die reporter. Trouwens, wat gaat hij met het materiaal doen? Zo'n verhaal lijkt me een godsgeschenk voor een journalist. Oh, maar dat heb ik tegengehouden. Oh. Wacht op het resultaat van dat onderzoek, zei ik tegen hem. Hij sputte een beetje tegen. De story zou dan niet meer hot zijn of zoiets. Maar hij gaf toe, natuurlijk. Ik ben blij dat u van mening veranderd bent. Het is bijzonder interessant, dit verschijnsel, weet u. Hm. Dit soort breuken in de tijd komt vaker voor. Vaker dan algemeen wordt aangenomen. Zo, zo. De moeilijkheid is altijd weer de bewijsbaarheid van het gebeuren. En nog idealer, de herhaalbaarheid. Daarom was ik zo teleurgesteld dat u in het eerste geval... Weet je, kerel, die slageraffaire, daar kon ik mijn vingers niet aan branden, maar die majoor... Ja, die majoor is wat de omroep betreft natuurlijk neutraal. Lieve man, het was de maîtresse van Walter, dat is zo toestand. Ik had jou toch ingelicht over die perverse voorliefde van hem voor ziekelijke oude vrouwen. Huh? Nou zou ik het bijzonder appreciëren wanneer dat onderzoek van jou sommige... onduidelijke details van die relatie, op kon helderen. We houden dat uit de algemene publiciteit natuurlijk ontbreed in de verkiesheid en zo. Ik heb allereerst de medewerking van Zandstra en van Adam Walter zelf nodig. Hoe komt u erbij dat ik niet zou willen meewerken?
Ik geloof dat u een volkomen verkeerd beeld van me hebt. Ik weet niet wat Adam u allemaal heeft verteld, maar... Nee, nee, ik zal niet emotioneel reageren. Emotionaliteit schijnt iets misdadig te zijn in de ogen van sommige mensen. Ik ben niet giftig. Hij... Ja, ja, oh, zijn boeken. Met alle plezier. Ik zorg dat ze worden opgestuurd, vandaag nog. Ja, dat zeg ik nou wel. Ik weet zijn adres niet eens. Of zou hij nog steeds daar op het singel zitten? Als hij een kamer of een flatje gevonden had, dan had zo'n advocaat dat wel opgegeven natuurlijk. Ach, ik stuur de hele rotzooi naar het Leger des Heils Hotel. Ik zal elke assistentie geven die nodig is, zolang het mijn taak niet belemmert. Het zou afschuwelijk zijn als er vertraging optrad. Het werk moet gedaan. Het lijkt er anders op dat het u meer en meer uit handen werd genomen. Voor mij is plezier eraf. Ik begrijp het niet. Dat doen we geen van allen. Daarom initieer ik dit onderzoek. Onze eerste taak is het onmiddellijk checken van al het materiaal. Nou, dat wordt hol op het archief. Zullen ze niet leuk vinden? Nou goed, ik hoor van jullie zodanig iets van enig importantie in alle geval. Oh ja, zeg, Adam. Gecondoleerd met het verlies, ondanks de misschien wat onnatuurlijke kant aan jullie verhouding. Daar zal ik nou niet verder op ingaan. Moet wel een hele slag voor je zijn. 50 banden. 50 voorbewerkte programma's. U neemt uw verantwoordelijkheid serieus, meneer Walter. Daarvoor ben ik aangesteld. Wat zeg jij ervan, Evert? Ik ben als de dood. Ik weet, ik heb het zelf op mijn hals gehaald. En nou het zover is, zou ik er het liefst niks mee te maken hebben. 10 van de 50 af. 10. En we hebben onze vingers er niet naar uitgestoken. Zelfs die van Slager. Niet alleen zijn toespraak, ook zijn eind staat er nou op. Tragisch. 10... hoogstwaarschijnlijk accurate voorspellingen. We krijgen de koude rillingen van. Het bevestigt mijn opvatting over de continuïteit. Dat is een beetje een vage uitspraak. Bovendien, er zijn andere mogelijkheden. Hoe bedoelt u dat? Wat ik me afvraag, en dat is uiterst interessant... hoe lang is de gemiddelde tijdstuur die je verstrijkt... tussen het gereed komen van de tape... en het feitelijk overlijden van de persoon... op wie het programma betrekking heeft? Jij bedoelt... Hoe lang hebben die 10 sukkels nog te leven? Mijn geduld bewaren. Dat is een beetje te veel gevraagd. Ja, ik weet dat u meer zaken te behandelen hebt dan de mijne. Maar het is nu meer dan 2 weken geleden dat mijn vrouw u beloofde mijn boeken op te sturen... en er is nog niets aangekomen. Ik heb die citatenverzameling nodig. Als u er nog eens wilt opbellen, heel graag. Zo is het geen leven. Dat was onze eerste dooie. Ja, 2,5 week nadat we de band beluisterden. Exact. Nee, zeker niet exact. Zolang we in het onzekere verkeer over het tijdstip... waarop het eind van het programma feitelijk op de tape verscheen... geven die 2,5 week alleen een eerste indicatie. Dat is uw probleem. Nou, wat doen we? Zenden we dit uit? Beetje gek. We checken eerst na of alles klopt. Na een lang en geduldig gedragen lijden, overleed deze week de man die de laatste 20 jaar van zijn leven met zoveel inzet voor het behoud van het socialistisch strijdlied heeft gevochten. Hij heeft nog mogen meemaken hoe na het dieptepunt in de midden-60er jaren, toen zijn partijgenoot Jan Nagel weigerde op te staan, als er zo'n volgens Nagels woorden psalm gespeeld werd, de populariteit van het strijdlied een nieuwe impuls kreeg.
Het is meer dan 3 weken geleden. Ja, ik weet wat ze u gezegd heeft. Dat hebt u me de vorige keer al verteld. Maar ik heb mijn boeken nog steeds niet aangekregen. Dit is dringend. Dringender dan die hele scheidingsaffaire. Het zegt u misschien niks, maar ik leef voor mijn werk. Dooie nummer 2. 23 dagen na het afluisteren. Een afschuwelijke dood. Het valt me op dat de details van het ongeluk, die wel werden genoemd in de nieuwsberichten en de krantenverslagen, niet in de opname voorkomen. In zoverre we in ieder geval over opname mogen spreken. Als ik het programma inderdaad had gemaakt, had ik ze ook weggelaten. Ja. Ja, de banden zijn dus correct. Wat doen we? Wil je dit ook eerst controleren? Ja, wat denk je? Het mag dan een wonder zijn dat elk programma af is, maar daarom gaan wij nog niet op het wonder vertrouwen. Vandaag herdenken wij een man. Een man met vele vijanden. Een man die door zijn onwrikbaar vasthouden aan de traditionele waarden van zijn levensovertuiging, door vele tegenstanders als een gevaar voor diezelfde religie werd ervaren. Mijn boeken, het gaat om mijn boeken. Ja, dat besef ik, dat hoeft u me niet te vertellen. Natuurlijk is het voor u een probleem dat ik elke dag aan de telefoon hang. Maar het is voor mij een nog veel groter probleem dat ik nu al maanden zonder mijn eigen unieke documentatie moet doormodderen. Hoe lang is het nog al geleden? 5 weken? Sinds mijn vrouw u voorloog dat mijn boeken onderweg waren? Ja, ik weet wat ze beweert, dat hebt u maar. Wat? Moet ik zelf naar haar toe gaan? Ik? Beseft u wel wat u van me vraagt? Besef je dat? Luister je wel? Ja, het staat me tegen. Mij ook. De derde dode. Ja. Ik moet erheen. 4 weken nadat we ontdekten dat ook dit programma afgerond was. Slager nog wel. Ja, hoe langer ik het uitstel, hoe moeilijker het wordt. Het was daar al rond zijn afscheidsspeech waarmee alles begon. Wat blies hij zich op, slager? En nou is hij dood. Ja, ze is op mijn vernietiging uit. Je zegt wel, ja, maar je bent er niet bij. Ik had mijn verzameling nooit bij haar mogen achterlaten. Het is een wapen in de handen. Ik moet erheen als het al niet te laat is. Wat moeten we met die slagerband? Zend maar uit. Wil je de feiten niet eerst nagaan? Die toespraak klopte toch ook? Werkelijk, dit is dringend. Het is redelijk. Maar jij bent niet tevreden? Het gekke met die toespraak was dat 1 woord niet klopte. Slager was er zeker van dat hij een andere term had gebruikt dan op de band voorkwam. En dat hoorde ik van Van Oren's secretaresse. En? Het was een ander woord, maar het betekende vrijwel hetzelfde. Oh, Adam. Je begrijpt waarvoor ik kom? Oh, Adam, het spijt me zo. Ik kan er niks aan doen. Echt, het is allemaal een vergissing. Ik ben zo gek van die man, die advocaat van jou, die voortdurend opbelde. Ik nam de telefoon niet meer op en... Nou kwam vanmiddag dit briefje. Van het leger des Heils? Ik had alles aan het leger des Heils hotel gestuurd met de snelle vissen. Ik kan je bordje laten zien. Wat staat er in die brief? Ik wist niet beter of je logeerde nog in het afschuwelijke Elim Hotel. Geachte mevrouw Walter, het is mij een voorrecht u persoonlijk te bedanken voor uw... genereuze gift? Uw genereuze gift? Zo bedoel ik het niet! Je hebt mijn boeken weggegeven aan het leger des Heils. Ik begreep het verkeerd. Ik had ze naar jou gestuurd. Ik woonde daar al lang niet meer. Ja, dat wist ik toch niet? Uw genereuze gift. Ja, je hoeft het niet herhalen. Ik ken die brief uit mijn hoofd. Uw genereuze gift. Het gebeurt helaas zelden dat de boeken in zulke onberispelijke staat ontvangen. Het zal u daarom ongetwijfeld een genoegen zijn te vernemen dat we uw zending niet via een van onze eigen verkooplokalen hebben verkocht. Maar dat enkele sympathieke antikers het geheel van ons hebben overgenomen voor een bedrag hoger dan het anders zou hebben opgebracht. En dat komt nu allemaal ten goede aan ons steunfonds. Voor geval u in de toekomst nogmaals een schenking aan het leger zou overwegen, sluiten wij een brochure in omtrent onze doelstellingen en het werk dat wij mede dankzij uw steun in staat zijn te verrichten. Wees overtuigd van zijn zegen. Hoogachtend. Waarom tikt dat mens dan naam niet onder die hanenpoten? Je kan toch niet in ernst van iemand verwachten dat hij in staat is zoiets te ontcijferen? Zo onbeleefd om met zo'n kras te ondertekenen. Dit is een brief met een masker. Zeg iets. Zeg wat tegen mij. Zeg dat het je adres is dat moet opvragen. Zeg dat het mijn schuld is. Zeg dat je me haat, dat je me afschuwelijk vindt, afstotend, walgelijk. Zeg het! Hoe laat is het? Hoe laat is het? De klok staat stil. Waarom bind je die niet op? Zonder tijd kun je toch niet leven? Dan verlies je het besef van continuïteit. En je hebt de radio ook verplaatst. Ze hebben je boeken verkocht en je vraagt mij hoe laat het is. Mijn slager in memoriam gaat uit op het moment. Ik moet horen hoe het klinkt. Dat weet je, dat beschouw ik als mijn plicht.
In godsnaam, reageer niet zo overspannen. Je reageert altijd overspannen. Wees maar alleen even van de radio. Ja, uit! Dit is mijn huis, dat heeft je advocaat gezegd. Mijn huis uit, mijn huis uit! Mijn huis uit voor je eruit laat zitten. Mijn huis uit! Ik begrijp niet waarom het me nog steeds iets doet. Ik weet hoe die is, ik heb alle hoop opgegeven. Ik ben blij. Ik ben blij en opgelucht dat hij thuis uit is. Ik had toch heel kalm kunnen zeggen. De radio, ja. Natuurlijk, staat hier in de keuken, vond ik handiger. Want het blijft een hemeltergend schandaal dat onze omroep bij een immer stijgend ledental telkens opnieuw geconfronteerd wordt met een reductie in zendtijd. Wij weigeren nog langer voor onze overtuigingskracht gestraft te worden. Verkoop die asgevoel. De ratzak, de ratzak! Dat bedoelde ik nou, overtuigingskracht. En Slager hield vol dat hij aantrekkingskracht gezegd had. Bij een tijdsprong moeten we ons niet vastpinnen op een identieke afspiegeling van de gebeurtenissen. Dat zou een ongeoorloofde simplificatie zijn. De ongebruikelijke dedicatie van meneer Walter voor zijn werk. Die dedicatie fungeert niet alleen als motor van het verschijnsel, maar kan waarschijnlijk ook lichte storingen veroorzaken. Dit maakt dit onderzoek mogelijk nog interessanter. Zeg Dirk. Ja? Ik vat het niet persoonlijk op, maar ik moet je iets zeggen. Ja? Ik voel me niet op mijn gemak. In zekere zin. Ada maakt me bang en... Was Johan Slager een fortuinlijk mens? Zijn afscheidsspeech... Ik heb er nou een paar weken mee rondgelopen. Ja, even Sansa. Oh, wacht. Ben jij? Wat zeg je? Was die bij je voor zijn boeken? Ja, je zet hem het huis uit, ja. Maar wat nou? Heb je de radiostuk gegooid? Ja. Hij vloog tegen het kruidenrek en toen kwam de servieskast omlaag. Nee, natuurlijk ga je die rommel nou niet opruimen. Ja, ik begrijp dat je je opgestoten voelt. Weet je wat je doet? Je komt hierheen, meteen. Intussen ren ik naar de nachtwinkel om de hoek voor iets sterks, hè? Jij bent in voor Slivovic, niet? Nou, tot zo. Sorry, Dirk. Maar ik krijg bezoek. Ach, ik moet daar op Utrecht aan. Komt er iemand uithuilen? Soms verbaast het me dat ik nog steeds geen reuma in mijn schouder heb. Het effect van een stijgend ledental mag niet, nu niet en nooit... Belachelijk. Onmogelijke situatie. Gedwongen mijn eigen programma aan de kant van de weg te beluisteren. En die autoradio is ook niet goed af te stellen. In zin was Johan Slager een fortuinlijk mens. Zijn afscheidsspeech, zo kort voor zijn dood, was niet een symbool van neergang, maar een persoonlijke triomf. Ja, zo zou ik het toch ook gezegd hebben. En hoe tragisch zijn onverwacht heengaan ook is voor zijn nabestaanden, zijn vrouw, zijn kinderen, zijn vele, vele vrienden. Het is zeker dat Johan Slager... Er zit troost in. En door het noemen van de nabestaanden hint ik toch ook naar de continuïteit van het bestaan op zich. Geen langdurig vernederend lijden, maar een hartaanval. De laatste die met hem sprak was de kelnerin die hem bediende, Jenny. Een employé van het luchthavenrestaurant Schiphol. Een plaats waar Johan Slager habitué was. Hij at hier als hij op weg was naar of juist terugkeerde van een vergadering of congres. Zij herinnert zich hem goed. Ja, hij kwam hier vaak. Klant van jaren her. Wist niet wie die was. Je ziet zoveel gezichten, hè. Hij kon wel eens ongeduldig zijn, maar hij vergt er nooit het onmogelijke van je. Gewoon, vriendelijke manier. Ja, heel gevoelig gebruikt. Een vriendelijke manier. Zo kwam Slager bij Jenny over. Wel eens wat ongeduldig. Dat ontwapenende ongeduld en vooral die warmte
zullen zijn vrienden zich altijd blijven herinneren. Rund, 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 Rizé zijn we. Rund, rund, rund. Als ik hier mijn handen krijg. Rund, rund, rund. U vroeg mij onmiddellijk te komen. Rund. Ik begrijp niet waarom... De Rizé zijn we, de totale Rizé. Ik weet niet door waarom... Door jouw ongehoorde incompetentie. Hier zo, hier, kerel, de ochtendbladen. Ik heb hier nog geen krant gezien. Alle voorpagina's. Ik ben in de auto in slaap gevallen. Hilversum speelt censor, Algemeen Dagblad. Desperate poging om omroepbanderij te dekken. Volkskrant, seksschandaal, Slager, de Telegraaf. Seks? Ja, hier, hier, hier. Gisterenmiddag overleed Johannes Slager. De bekende zedenbreker van de omroep in de armen van een prostituee... in een topbordel in Aalsmeer. Nee. Ja, een onfrisse zaak staat hier verder die inmiddels uiterst bedenkelijke kant heeft gekregen door een gisteravond uitgezonden in memoriam, waarin men het deed voorkomen alsof Slager in een restaurant was overleden. Niet Slager, hij niet. En dan verwijzen ze hier naar het interview van de heer Henk van der Meijden had met de betreffende juffrouw. Hier zo, blauwe Jenny van de liefde dood. Haar tragisch verhaal. Oh. Vraagt hij of dat geen schok voor haar was. Ach, hij vroeg me altijd de ambtenaar van de burgerlijke stand te spelen onder het werk terwijl hij bezig was. Had een boekje met toespraken, die moest ik dan voorlezen. Ik had eerst niet eens door dat hij dood was. Ik dacht, die buft even uit. Die ligt te luisteren. Nou, de Volkskrant, hier zo. Dat artikel van Peter van Buren, dat is dodelijk, meneer. Getuigd van een onbegrijpelijke arrogantie dat zelfs in Hilversum ongehoord is... dat de omroepbazen dachten dat dit bedrog onopgemerkt zou blijven. En over die tekst die jij in de uitzending hebt gebruikt, vriendelijke meneer en zo, hier. Ik vroeg de bevallige dame in kwestie, et cetera, et cetera. Nou, Nelly rent binnen, moet je weten, terwijl ik met een klant was. En ze gilt, mens gilt ze, Jenny, je was net op de radio en weet je wat ze zeggen? Ze zeggen dat je serveerster bent, serveerster op Schiphol. Nou ja, ik dacht dat ik erin bleef. Jouw perfide gedrag met de dikke oude mensen was al afstotelijk, maar dit meneer, dit doet de deur dicht, dit betekent ontslag. Op staande voet, eruit! Ja, nadat ik de krant vanochtend had gezien, verwacht ik u al. Ik heb het allemaal aan mezelf te danken. Op een andere manier dan u zou vermoeden. Ik had eerst de feiten moeten nagaan. Maar zij bracht me in paniek. Ik moest mijn verzameling redden. Ik wist niet dat het al te laat was. Misschien kan ik u helpen. Nee, het is voorbij. Ik heb geen huis meer. Zandstra ontwijkt me. Mijn boeken voorgoed verloren. Mijn levenswerk vernietigd. Het leven betekent niets meer. Kom mee naar mijn flat in Utrecht. Ik moet u iets vertellen. Het heeft geen zin. Het zal u interesseren. Juist u die zo door het fenomeen tijdelijkheid bezeten bent. Ach, zelfs al zou het me een paar goede citaten opleveren, ik kan ze toch niet meer gebruiken. Laten we maar met mijn auto gaan. Ik had eerst de feiten moeten nagaan. Stapt u in, alstublieft. Mijn werk was altijd een bevrijding voor me. Zij heeft me kapot gekregen. Zij heeft het leven tot een gevangenis gemaakt. Oh, ik voel me genezen. Ik voel me bevrijd. Oh, wat is het heerlijk om met iemand in bed te liggen die niet van je afkruipt. Ik ben moe. Weet je wat het allerbelangrijkste voor me was? Belangrijker dan alles wat we daarvoor deden. Mm-hmm. Dat je me streelde toen ik in slaap viel. Huh? Is dat echt als compliment gemeen? Nou, reken maar. Wat doe je nou? Huh? Ik ga thee zetten. Dat is niet zo'n slecht idee. Oh, ik wil niemand zien. Adam niet, Van Oren niet, Van Zeggelen niet. Ik ga niet aan het werk. Vandaag ben ik ziek. Ja, waar staat de thee? In de rode bus met suiker erop. Oh, ik wil niemand zien. Ik wil liggen. De Slibovies is nog vol. We hebben hem niet eens opengedraaid. Hier is je krant. Dank je. De omroep heeft de voorpagina gehaald. Hier. Desperate poging oproepbanderijn te dekken. Gooi maar in de vuilnisbak. Ben niet geïnteresseerd. De buitenwereld bestaat niet. De echte wereld is hier. Wat doe je? Om te beginnen trek ik je weer in bed. Ik waarschuw je, het water staat op. Zolang het duurt tenminste. Wat heb je ineens? Oh, had ik zeker niet moeten zeggen van het water. Nee. Het is rottig om te vertellen, maar ik heb dit meer meegemaakt. Had ik al begrepen, ja. Ze komen bij me voor troost. En ik ben altijd de eerste. Kijk, als ik de 16 of de 17 was, dan waren ze uitgeraasd. Maar ik ben het pierenbadje. Op plaats waar ze moed verzamelen. Mm. Voor de duik in het diepe. Somber, somber. Dat is waar. Nou, ligt het niet aan jezelf? Hou jij niet dingen terug, net als Adam? Mm. Als je nou eens helemaal overgaf, hè? Zonder angst. Kun jij me dat leren? Mm.
Alleen als u wil. Nou, begin dan meteen. Oh, wat doe je? Oh, je pers me nog fijn. Ik zei je toch dat het water opstopt? Zo. Dat is mijn appartement. Gaat u zitten. Nee, gaat u niet. Hier, op deze stoel. Ik had eerst de feiten moeten nagaan. Ja, maar u blijft dat maar herhalen. Maar wat op de band stond, klopte zo met het beeld dat ik van hem had. Ja, dat is ook de oorzaak. Hoe bedoelt u? We zijn nu meer dan een maand bezig met het onderzoek naar de geconstateerde tijdsverspringingen. Het heeft me afgeleid. Daardoor kreeg ze ook de kans om mij kapot te maken. De bron van de tijdsverspringingen bent u zelf. Ik? Ja, u smeedde de in memoria. En bij al de programma's die u maakte, vervormde u de levensloop van de personen zo dat het bij uw opvattingen paste. Hetzelfde gebeurde bij de programma's die uit het niets op de band verschenen. U was degene die het verschijnsel opriep, onbewust. En even onbewust fungeerde u als sensor van de toekomst. Ik vroeg me helemaal niet af wat de oorzaak was. Ik was alleen blij dat die opname mijn opvattingen over de continuïteit bevestigde. Ja, maar er is meer dan continuïteit. Continuïteit is niets meer dan een simpele lijn. Primitief? Nee, een weefsel, een doorgaand weefsel. Dat is al beter. Van de eendimensionale opvatting, de lijn, stapt u over op de tweedimensionale, het vlak. Ook dat is te simpel. U zou dichter bij de waarheid zijn als u zich de tijd voorstelt als een blok. Ja, een zich oneindig naar alle zijden uitstrekkend blok. Waarin een ontelbaar aantal tijden, tijdsmogelijkheden, vlak naast elkaar bestaan. Een ontelbaar aantal bijna identieke werelden. De tijd naast de uwe is vrijwel gelijk aan die waarin u leeft. Dezelfde landen, dezelfde problemen, dezelfde omroepverenigingen, dezelfde van oren, vrijwel dezelfde meneer Walter. En de tijd daarnaast lijkt er ook weer op en daarnaast ook. De afwijkingen zijn telkens miniem. Hoe weet u dat? Maar tijden die zo op elkaar lijken zijn niet strikt te scheiden. Soms overlappen ze elkaar, dan tref je knooppunten, overstapplaatsen. Overstapplaatsen? Ja, de stoel waarop u zit. Hier? In uw buurttijd zit een bijna dezelfde meneer Walter, op precies dezelfde stoel. Hij doorstaat dezelfde moeilijkheden en ook die meneer Walter heeft niets te verliezen. Kan ik overstappen? Als u wilt. Kan ik dan doorgaan met mijn werk? Met een beetje geluk. Wat moet ik doen? Sluit uw ogen. Ik voel me niet op mijn gemak. Maakt u geen zorgen. De buurwereld is precies hetzelfde. Precies hetzelfde. Bijna precies hetzelfde. Ik was sprakeloos over zijn brutaliteit toen die Walter Plom verloren bij me binnenstapte. Ja. En toen zegt hij tegen mij van oren, zegt hij, ik heb er wat op gevonden. De speelden het zo, er was een practical joker aan het werk. En er wordt een onderzoek ingesteld naar de dader. Nou kijk, dat was nou niet bepaald aan een Walter stijl. Nee, maar het was een oplossing. Hè? Ja, nou kijk, ik liet me overbluffen. Goed, we gaan naar de kantine. We willen iets bestellen. Komt de juffrouw aan het tafeltje. Ja. Moet jij nou eens raaien wat die Walter doet? Geen idee. Hij slaat er op de billen. Oh. Ja. Houdt er nog even vast ook. Oh. Adam, wat doe je nou? Hé, Adam, word gestaald. Nou, dat had die Walter nog nooit gedaan. En wat nog verbazingwekkender was. Nou? Die juffrouw vond dat helemaal niet erg. Ze boog een beetje mee en ze zegt tegen hem, dat had ik nooit achter jou gezocht. Op die speciale manier, zoals vrouwen dat soms kunnen zeggen. Zo. Weet je. Nou, toen flapte ik het er ineens uit, kon me niet meer schelen ook. Ik vroeg hem rechtuit hoe dat nou ging met die majoor. Hij hield niks terug, zoals daarvoor. Nee, hij lachte. Hij vertelde alles, compleet. Nou, dat was maar wat. En ik zit er maar stupefait. Ik kijk naar zijn tas en ik zeg,
Ik begrijp het niet. Huh? En hij zegt... Nee, dat kan ik me voorstellen. Maar ik kan het je niet uitleggen, want je zou me toch niet geloven. Weet je wat je doet? Ga dan maar naar Van Zeggelen toe. Nou, hier ben ik dan. Kijk, meneer Van Oren, uw observatie was correct. Uw meneer Walter was in zekere zin niet de meneer Walter die u kende. En toch was hij het wel. Wat dan? Kijk, het systeem van de tijd is veel complexer dan de meeste mensen het zich voorstellen. Ze zien het als een simpele lijn. Het een gebeurt naar het ander, terwijl we in werkelijkheid te maken hebben met een zich naar alle zijden tot in het oneindig uitstrekkend blok. Dus als ik het nou goed begrijp, dan lijken al die werelden in al die tijden op elkaar. Het gaat verder. We hebben het over de oneindigheid. Ook het ongedachte bestaat. Ja, maar er zijn miljoenen van orens. Ontelbare. Dan maakt één meer of minder dus niet uit. Het is afschuwelijk. Smerig. En dat is allemaal uw schuld. Dat heeft meneer Van Oren zelf gezegd. Oh, ik had hem nooit uw naam moeten geven. Ik had moeten vergeten wat hij me vroeg te vergeten. Juffrouw Kalm, ik ben me van niets bewust. Wat is er gebeurd? Meneer Van Oren. Ja? Hij is helemaal veranderd. Zo'n keurige manier om voor te werken. Nou, niet dat hij me benadert, zoals je zo vaak hoort. Maar hij gedraagt zich, of het hem helemaal niet meer schelen kan. Hij jaagt, hij gaat voortdurend. Vieze, vette, oude vrouwen. En die meneer Walter, waarmee die optrekt, die helpt hem aan de adressen. Die gaat met hem mee, ze drinken samen. Het is zo erg. Meneer Van Oren kwam dronken op kantoor. Hij moest overgeven op de privé-wc en kon niks anders doen dan zijn voorhoofd betten met koud water. En hij lalde. Ik heb er geen andere woorden voor. Hij lalde. Als er toch miljoenen van Orens zijn, mag er best eentje uit de band springen. Vraag het maar aan Van Zeggelen. Oh. Ja. Ja. Juffrouw, het systeem van de tijd is veel complexer dan de meeste mensen zich voorstellen. Zij zien het als een simpele lijn, het een gebeurt naar het ander. Terwijl we in werkelijkheid te maken hebben met een zich naar alle zijden, tot in het oneindige uitstrekkend blok. Weet u wat ik geloof? Dat u hier ook niet thuis hoort. Dat u ook van een andere tijd bent. Ja, dat ben ik. Waarom komt u juist hierheen om ons leven te verknoeien? Ik ben niet hier om hier ons leven te verknoeien. Wat gebeurde? Het gebeurde per ongeluk. Ik kwam alleen hierheen om te onderzoeken waarom in deze tijd die zo op de mijne lijkt, geen Van Zeggelen rondloopt. Waarom ben ik ook niet in deze tijd geboren? En het antwoord op die vraag heb ik nog steeds niet gevonden. Dit was Met de dood voor ogen. Een mysterieus spel geschreven door Henk van Kerkwijk. Adam Walter werd gespeeld door Paul van der Lek. Zijn vrouw door Gerry Mantel. Technicus Evert Zandstra was Hans Karsenbarg. Van Oren, Jan Borkes. Van Zeggelen, Paul Deen. Slager werd gespeeld door Willy Ruijs. De majoor van het leger des Heils door Corrie van der Linden. De reporter door Dick Scheffer. De mannen in de kantine door Kees van Ooyen en Olaf Wijnands. De studiomedewerkster door Barbara Hofman. Jenny door Maria Lindes. En de secretaresse door Joke Rijtsma-Hagelen. Technische realisatie, Tom Prudon en Max Westra. Regie, Ad Leupla.